Ik kan hier dus gewoon vies opschrijven, zoals je kunt zien. Ja. Een rode Rik, die komt achter me aan. Dat deed zeer. Auw. Ik heb hier weer een overheerlijke maaltijd vanuit Duitsland. Een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 28 maart 2023, jongens. En het is nu net 1 over 8 in de ochtend. Ik zit eens in de auto, zoals jullie kunnen zien. En ja, ik ben dus nu onderweg naar de garage. Ja, dus het wordt weer een leuke vlog. Dus ik zou zeggen, kijk lekker met ons mee en geniet ervan. Dus ja. Hè? Dus inderdaad. Dus jullie zien ons, mij zometeen weer bij de garage. Het ziet er dus nou nog zo uit. Ja. Mooie onderkanten van mijn auto, ook leuk. Ja. Kijk, wat zeg ik? Hier zijn ze vanaf. Deze ook. Kijk. Daar staan ze. Ja. Ah, heel mooi. Dus. Ja, ik kan hier dus gewoon vies opschrijven, zoals je kunt zien. Ja. Maar dat wordt zo meteen even anders. Ja. Ik zou zeggen, check zometeen hoe dit er zo meteen uit gaat zien. Eens kijken. Nou, kijk hè. Dit is dus achter. Nou, dat wordt dus zo meteen helemaal schoon. Maar met wat ga ik nog niet zeggen. Nee. Verschil al, hè? Ja. Heel groot verschilletje. Met dit? Eén moet die hebben. Hè? Huh? Echt wel? Echt wel? Zo, het blinkt weer. En we hebben ook nog deze. Die blinkt er ook aardig voorbij. Jullie zagen dus net hoe deze eruit zag. Ja. Mooi. Kijk eens. Wat hier mooi. Hij is bruut. Gaaf, ouwie. Hi. Long time no see. Zeg maar, hè? Long time no see. Hi. Hi, hi. Hi, hi. Waar is de topmonteur? Kom eens weer zo. De topmonteur. Als deze jongen die voor elkaar krijgt, dan moet je auto echt naar de sleutel. Want? Hoezo? Hallo. Je mag maar even komen, Michel. Hij heeft een beetje camera schuld. Hebben we dus, ja. Je mag de kaart opgooien. Zijn van Telex. Kom maar even, joh. Ja. Wacht even. Die komen er net vanaf. Dat klopt. Die heb jeuk aan zijn buik. Dat is hier, man. Die mot ermee, inderdaad. Die mot mee, ja. Wat weer zometeen even inladen in de auto straks. Ja, maar goed met het slochten. Toen reed je nog in een Arosa en nou rij je in een... Nee joh, in een Arosa niet. Ja, weet ik wel. Ja, maar Twingo vind ik ook zo nodig. Dat is ook heel veel te niet. Dat je dat gehad hebt. Nou ja, Nou nemen ze je echt niet meer zeker. Dat is een mooie auto, ja, joh. Hè? Ja, dat is een mooie auto. Die Twingo? Ja. Heldag. Echt. Waar dat ik mijn rijbewijs had. Echt. Die hebben we trouwens, hè, voor de politieagent. Hé jongens. Hey, doei! Een rode Rik die komt achter me aan. Dat deed zeer. Auw. Dat deed echt zeer. Ik ging er wat aanraken en ik krijg een schok. Nee, dat is lekker. Nat. Maar we zijn dus nu even in een andere winkel. Andere, ja. Eens even kijken waar staat dat. Dat is een goeie. Geen idee. Kan je nou aan doen waar het hier nu staat? Je mag hier weer gaan zoeken. Dat is ook leuk, zoeken. Zoeken naar onze welbekende, geweldige. Nee, die niet. Nee, schat, daar staat hij niet. Heb ik al gekeken? Nee. Dat is handig.
Dat is leuk. Nee. Daar staat hij niet. Daar staat hij niet. Daar staat hij niet. De bak. Daar staat hij niet, de bak. De 70% bak. Nee, ook niet. Daar niet. Nee. Ja. Ja, dat. Help ons. Ja, tuurlijk volg ik jou. Ja hoor. Alleen je komt niet in beeld, dus dat scheelt weer. Ik film mezelf, dus dat scheelt. Hè? Huh? Ach, gewoon mijn leven. Gewoon. Net zoals een Enzo Knol, zeg maar. Ja. Ah, hier, om het hoekje. Het einde, dank je. Wel. Ja. Oh, oké, top, dank je. Kijk. Kom maar. Dit is voor mij. Dit is kinderkaas banaansmaak. Nou, neem het er wel. Ja, neem maar mee deze. Schatje. Dank je. En even wat zometeen wat te bikken voor in de auto of zo. Die duren, hè. Lust jij deze of niet? Boter en bos. Boter en bos is echt een goeie. Ja, welke is de goeie? Pak je extra in, zodat ik dat even snel te tellen. Mooi. Voor even in de auto. Helemaal lekker even. Lekker. Top. Ik wil eigenlijk melk hebben, maar dat heb ik niet meer nodig. Maar wou jij die spek niet? Dat is voor jou toch? Voor een auto. Oh, voor een auto? Ja, oké. Is goed. Dat niet? Ja, tuurlijk. Lekker. Al weg weer terug, man. Nee, is goed. Dat is helemaal goed. Dus. Nee, ik kreeg dus namelijk de vraag waarom ik filmde. Nou ja, gewoon net zoals Enzo Knol, Don de Jong, Gio Latoy, Melanie Latoy, de familie Latoy. Ga zo maar even door. Dus heb ik nou wel weer de bekende opgenoemd. Hè? En jij hebt nou de framboos. Even kijken, hoe duur is de normale framboos? Nee, benieuwd. Maar we zijn er wel. Ja, en nou voor een euro. Euro. Ja, een eurotje. Dat is duurder uit dan melk. Dat zou ik 2,90. Ja, daarom. Nou, wij gaan eens even weer naar de kassa. Ja, we gaan lekker naar de kassa. Zo, het ziet er dus nou nog zo uit. Maar er gaat wat veranderen zometeen. Ja. Ik zou zeggen, kijk het nog even goed hoe het er nu uitziet. Ja. Want dat zeg ik, hij gaat zometeen veranderen. Ja, ja. We zijn dus nu bezig met een sticker dus aan te brengen op mijn achterruit. Eerst aanbrengen. Dan met plakbandjes vastplakken. Eentje loshalen. Dit er voorzichtig aftrekken. Dan weer terugbrengen. Dan zit hij mooi recht. En dan nog eventjes aanwrijven. Ja. En dan mag jij zo meteen de camera even overnemen. Ik neem de camera nu over. Mooi. Dan ga ik weer hier die plakbandje ervan afhalen. En dan gaan we kijken wat hij doet. Vingers kijken. Je moet hem heel warm maken, zeg maar. Want je moet hem eigenlijk ook gaan plakken met 12 graden plus. Plakt wat beter. Juist. Dus mocht je even niet willen plakken, even goed warm wrijven. Veun eroverheen, helemaal goed. Bellen rijden, ja. En dan ben je nog een reis. Ja, ja. Handsfree. Nee, dit zeker niet. Dit zeker Hans. Niet handsvrij. Daarom ook dat ik er overheen wrijf. Met mijn duim. Wrijving maken. Ja. En dan ga ik weer even zo doen. Zo, de laatste loodjes. De laatste! Allerlaatste nootje. En toen, ben je erbij mee? Ja! Daar staat het. Oh!
Ik ren voor bumperlevens. Maakt niet uit welke auto, of het nou een rijschool is of nog gewoon een vrachtwagen. Ik ren gewoon voor bumperlevens. Nee, dat is gewoon een tekst die erop heeft staan. Maar of je dat werkelijk doet, is wat anders. Ja. Oh, wauw. Kikken. Wat heb je nog meer aan de aanbieding? Nou ja, laat zien. Een kenteken. Met? Wat is dit voor ding? En de waterpoort. De waterpoort. En van Sneek. En nog één. Twee waterpoorten. Noem maar. Wat zijn we allemaal aan het doen daar? Wat zijn wij aan het doen? We zijn even de ventieldopjes aan het eraf halen. Ventieldopjes eraf halen? Ja. Dat is niet handig. Stofdopjes bedoel je? Hè? Stofdopjes. Ja, weet ik veel. Ik noem dit even ventieldopjes. Oh, wat is hier toch weer mooi schoon. Ja. En, nou, ga Rome filmen. Hé, hey, wat ben ik aan het doen? Wat ben jij aan het doen? Wat zijn wij aan het doen? Wat ik aan het doen ben, dat is mijn auto een beetje upgraden. Upgraden, ja. Ik zie een stukje groen al. Ja. Wel gaaf, hoor. Gaaf, hè? Wel even een prutswerkje natuurlijk. Ja, 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 dat, en dat zeer en zeer zeker, ja. Want hij laat ook af en toe soms even los als je bezig bent, zoals dus nu. Precies. En als je dit dus bestelt aan bij Ali, wat even een tip is, meet eerst op. Dan nog een keertje opmeten, dan allemaal op strookjes maken. En dan even goed aantrekken, want anders dan... Heb je tekort? Daar zijn we achter gekomen. Ja. We hebben al een stukje langer genomen, 2 centimeter ongeveer. Ja, zoiets. Voor de achterste band. Ja. En als je het niet aantrekt, dan past hij niet. Dan trek je het wel aan, dan heb je iets over. Ja, ruim, schoots over. En dan mag ik weer knippen. Heksenlachje! Sorry, Lau. Gaat weer helemaal nergens over. Zo. Zo. En als je dit wat vaker doet, dan weet je precies hoe het moet. Maar kijk eens hoe nice. Wauw. Oh. Alleen die is niet helemaal goed. Kijk, want dit is de eerste keer namelijk. Wat me opgemeten, tot hier. Ja. Opgeplakt en dan was je eens te kort. Ja. Die andere heeft precies dezelfde lengte geknipt en ietsje meer strakker getrokken. Ja. Maar ja, dat en dat ga je niet heel erg zien, zeg maar ik vind het wel heel mooi. Wat een upgrade. Oh, kijk dan, gaaf hè. Dus ja, en dan hebben we hier dus wat we al hebben laten zien. Deze. Dan de waterpoort van Sneek. Van Sneek. En dan hebben we hier nog iets groens. Is leuk. Nee, dat ken ik vanaf. Ja. En dan ga ik even kijken of mijn grote vriend er is. Want ik moet nodig naar de wc. En ik wil mijn handen wassen. En hij ook. Zo, weer even op bezoek geweest en bij mijn schoonmoeder. Ja. Was even weer gezellig. Heerlijk. En dan ben je hier vandaag druk bezig geweest met je auto. Is leuk. Maar ik ben alweer wat verloren. Ja. En of ik dat nou zo leuk vind? Nee. De 2 achterste zitten nog op. Maar de 2 aan de voorkant? Nee. Dus dat zeg ik. Ben ik er blij mee? Nee. Het is nou ook en ook helemaal geen ponen. Weet je dit? Dit is nou ook gewoon niet mooi. Zie je? Wat ik bedoel? Deze is eraf en aan die kant ook. En deze zit er nog op en aan die andere kant ook. Het is ook en ook helemaal geen ponum nu. Nee. Oh, wauw. Ach ja. Dus ja, dat zit er nog op.
En dat is er vanaf. Nou ja, helaas pindakaas, jammer dan. Ja, precies. Ik heb hier weer een overheerlijke maaltijd vanuit Duitsland. Maar ik heb hier wat, er zelf weer wat doorheen gefrutseld. Vind ik altijd leuk. En wat heb jij allemaal? Kippie en aardappeltjes. Aardappeltjes. Nou, eet smakelijk. Ja. Voor om deze tijd. Het is nu. Ja, jongens. Ik lieg er niet om. Het is namelijk... Eetentijd. 11 uur bijna in de avond. Ja. Dus, we gaan inderdaad eten. Kijk, daar zeg ik al, ik lieg er niet om. Nee, inderdaad. Kijk, inderdaad. Dat is, ja. Dus, eet smakelijk. Ja. Dank je. Daar is de bas. Ja! Jij? Ja. Ze wouden heel graag nog op balkon, hoor. In de regen? Ja. Oh. Huh? Is toch leuk, miseren? Ja, papa gaat naar huis. Ga kijken. Doei, doei. Nou, misschien gaan jullie weer mee naar binnen. Kom, naar binnen. Leed ook, naar binnen. Kom. Papa gaat naar huis. Mama gaat zo slapen. Trusten, schat. Doei, doei. Hey. Nou, ik ben even bezig met de appels. En dan ga ik lekker slapje doen. Ja. Het is weer tijd om namelijk een vlog af te sluiten. Het is nu namelijk, moet ik even kijken... Bijna 2:15 in de nacht. Ja. Ik heb hier lekker ijsthee naast me. Ik ben nog eventjes de bankzitters aan het kijken. Ja. Maar jullie zien, ik lig er zo inderdaad lekker op bed. En dat betekent dat ik deze vlog afsluit. Dus vond jij dit nou weer een leuke, interessante, geweldige, leuke vlog? Ik zou zeggen, doe duimpje even omhoog. Abonneer. En doe het belletje aan. En laat even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.